En FCM eindigt de week ook in mineur door de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam met 1-3 te verliezen. Sleutelmoment in de wedstrijd was de strafschop die Marnix Scholder vlak voor rust miste. En een oude bekende van FCM, Roland Bergkamp, scoorde tegen zijn oude club. En dus waren na afloop de druiven zuur. In een week of in 9 dagen 3 wedstrijden spelen en het begint dan bij Volendam. Die win je, dan de beker, verlies. En deze, ja, nou, is niet de beste week, nee, dat klopt. Maar nou goed, ik vind dat we vandaag de eerste helft gewoon prima meegedaan hebben. En ik denk dat in het kansen afwerken dat daar wat aan schorten vandaag. Dat deed Sparta beter. Ja, sleutelmomenten in de eerste helft is die 2-1 die als een bom binnenvalt. Prachtig doelpunt wel. Ja, dan die strafschop die je vlak voor rust mist. Dan knakt er iets, heb je het idee. Ja, en ik vind na de 1-1 krijgen we 3 kansen op rij volgens mij binnen 2 minuten. En 3 schietkansen van dichtbij. Nou ja, daar hoop je wel van dat er dan 1 binnen gaat. En dan zouden wij een keer op voorsprong komen in de wedstrijd. En dan had ik ook wel eens willen zien hoe Sparta dan daarop reageert. Nou, dat gebeurt niet. Maar de eerste helft hebben we gespeeld voor wat we waard waren. En dat, ik vond dat de eerste 20 minuten na rust niet. Hoe kan dat? Ja, dat is de grote vraag. Enig idee? Nee, maar dat is altijd zo lastig. Want iedereen kwam met de juiste. We waren in de kleedkamer en we waren natuurlijk teleurgesteld dat de penalty er niet in gaat. Maar we wisten gewoon dat het nog zat te halen viel. Alleen, je hebt nu natuurlijk wel een tegenstander die 2-1 voor staat in de rust. Die even wat dingen neerzet. En die even wat verdedigend, wat beter alles voor elkaar hebt. En dan wordt het lastige stuk spelen. Want de eerste helft konden we zat dingen stuk spelen. En we hebben ook goed gedaan. Alleen, het lukt ons de tweede helft niet meer. Ja, het is natuurlijk. Het is nooit leuk als je verliest. En als je dan zelf langs de kant zit. En je hebt helemaal geen. Helemaal geen invloed op het resultaat. Ja, dan is het helemaal vervelend. Ja, en helemaal in een week waarin je 2 keer verliest. Ja, je bent een winnaar, je wil altijd winnen. Dat moet extra zuur doen om dat te zien. En ook pijn. Ja, zeker, zeker. Ja, en dan. En dan vragen mensen aan mij van hoe het dan kan, hoe het dan kan. Ja, weet je, dat is moeilijk te zeggen. Het is gewoon een hele rotte week geweest voor ons. Maar goed, wij hebben wel een team die daar weer goed uit kan komen. Ik bedoel, we hebben gewonnen van de nummer 1 en nummer 2. Dus ik denk dat er niet zo heel veel spannend aan de hand is. Maar goed, de knop zal weer om moeten. En volgende week Achilles. Ja, daarna kunnen we de boel eventjes evalueren en misschien eventjes een weekje rustig aan doen en eventjes weer opladen voor de volgende wedstrijden. Ja, goed. Ik denk dat we draaien goed. We hebben een leuk team en ik heb het naar mijn zin. Ja, weer thuis hè, in het Rotterdam, zal ik het zo maar zeggen. Je voelt je prettig, denk ik, hè? Ja, zeker. Voor mijn familie en vrienden is het ook lekker, want daar woon ik 5 minuutjes vandaan allemaal. En nu, ja, vorig jaar moest ik 2,5 uur rijden, wou ik even langs gaan. Ik vind elke wedstrijd heel belangrijk. En ik wil heel graag tegen Sparta 3 punten halen, maar ook tegen Achilles. Dus elke wedstrijd is hartstikke belangrijk. En dat is de komende, is nu vrijdag, is Achilles. En dat is nu de belangrijkste. Je bleef lang binnen met de ploeg net. Hoe was, ja, ik kan wel nagaan hoe de stemming was, maar er moest even wat puntjes op i worden gezet. Nou, nee hoor. De meeste keren na afloop doe ik even kort een praatje, een kleine samenvatting wat er gebeurd is. Maar heel kort. En dan kan iedereen zijn gedachten over laten gaan en dan kunnen we daar van de week weer over hebben. Ja, dan maakt vriend Bergkamp zijn eerste treffen dit seizoen, dan is hij even geen vriend meer, hè? Nee. Nee, nou ja. Weet je, hij speelt nu voor een andere club, dus daarvoor moet hij zijn werk doen. Dat staat buiten onze vriendschap, gelukkig. Dus, Ik sprak Frank Olijven, die zei van ja, vriend Bergkamp is vanmiddag even geen vriend van mij. Nee, klopt. Maar na de wedstrijd kreeg ik wel een handje van hem hoor, dus dat was wel goed. Maar natuurlijk, zij willen ook winnen. Ja, hoe keek je vandaag naar FCM? Ja, er zijn natuurlijk heel veel jongens hetzelfde en dat was natuurlijk wel raar. Maar ik denk dat Emma een goed team heeft en ik denk dat ze wel mee kunnen gaan doen bovenin ook. Wat sleutelmoment vandaag, die 2-1 voor jullie en vlak daarna die strafschop die gemist wordt? Ja, dat zijn natuurlijk 2 cruciale momenten. En ik denk dat het doelpunt van mij, dat gooit dan net de wedstrijd op slot. Dus het had zomaar anders kunnen zijn als die penalty erin gaat. Dan wordt het misschien heel anders. Dan moeten we de volgende keer de punten bij Rotterdam halen, hè? Ja, klopt.